Misschien ben je wel bekend met de isolatieschroef, maar wij hebben ook een kleinere variant, namelijk de folieschroef. Voordat deze video echt gaat beginnen wil ik je vragen om te liken en te abonneren. Dit helpt ons kanaal om beter en meer content te kunnen maken over dit soort producten. Zoals ik al zei, de folieschroef. Eigenlijk is het gewoon een isolatieschroef, maar dan gewoon wat kleiner, dus echt geschikt voor die folie. Want als je folie gaat monteren heb je natuurlijk niet een super lange schroef nodig. Om te beginnen bij de verpakking. Het is een emmer. Dit is dus ook een herbruikbare emmer en natuurlijk ook milieuvriendelijk, aangezien je geen producten hoeft weg te gooien. Op de voorkant zit een sticker, namelijk het Borg sticker. Hier kan je dus zien wat het dus is. Je kan ook meteen zien dat hij dus een stukje kleiner is dan een normale isolatieschroef. De lengte is namelijk 70 mm in zijn totaal en je hebt 50 mm aan het schroefdraad. Hier is dus een clip, daarmee kan je de emmer dus openmaken en dan zie je de folieschroeven. Het zijn er erg veel, dus je kan superveel folie monteren. Het zijn namelijk 450 folieschroeven in één emmer. En om er maar even eentje te pakken. Zo ziet dus de folieschroef eruit, dus echt een kleine isolatieschroef. Het heeft ook dezelfde aansluiting, namelijk TX40. Dus voor elke isolatieschroef of folieschroef heb je hetzelfde bitaansluiting. En dat werkt natuurlijk heel fijn, dus daarmee hoef je niet te wisselen. Hij is ook natuurlijk gemaakt van polyamide PA6. En wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat het niet gevoelig is voor veroudering. En ook een stuk sterker is dan normaal plastic. Hij is zwart omdat de meeste regendoeken natuurlijk zwart zijn. Dus dan valt het wat minder op. En als je bijvoorbeeld wat open muren hebt en je ziet het doek ertussen, wil je natuurlijk niet grijze of witte schroeven zien zitten. Daarom hebben we zwart gekozen, want dat valt gewoon het minste op. Dus dat is alleen puur de afwerking. Maar waarom wil je nou eigenlijk een folieschroef gebruiken? Je kan ook regendoek natuurlijk op isolatiemateriaal lijmen. Alleen wat het probleem met lijmen is dat het wel heel erg gevoelig is voor regen. Het is ook gevoelig voor veroudering. Wat voornamelijk ook de reden is, je kan natuurlijk nooit demonteren zonder het isolatiemateriaal te slopen. Dus mocht het regendoek niet goed zitten, mocht het verschoven zijn, dan kan je het niet demonteren zonder dat het kapot gaat. En met een folieschroef natuurlijk wel. En het zit altijd overal even goed vast en heeft natuurlijk niet oneffenheden zoals je met lijm vaak wel hebt. En een folieschroef is natuurlijk een stuk goedkoper dan als je alles wilt lijmen. Dus en het is goed voor je portemonnee en het is ook nog eens een werkvriendelijke verpakking, dus ook goed voor het milieu. En de folieschroef is natuurlijk toepasbaar op zowel zacht en hard materiaal, dus mineralenwol of glaswol, PIR of PUR. Dus dat betekent dat je voor elk materiaal natuurlijk deze schroef kan gebruiken. En bijvoorbeeld bij mineralenwol of glaswol is het vaak nog lastiger om zo'n doek te monteren. En met de folieschroef is dat niet lastig, aangezien die zo'n groot schroefoppervlakte heeft, dat hij zich ook goed vast kan zetten in zacht wol, zonder dat dit uiteindelijk kapot gaat of los gaat laten. Dus hij hecht zich goed en het blijft ook goed vastzitten. Maar misschien denk je wel van, ja maar als ik het erop lijm, dan is het nog beter geïsoleerd, want met een schroef dan haal je natuurlijk isolatiemateriaal weg. Alleen de folieschroef is dus ontwikkeld echt puur voor die folie. Dus daarom is hij ook een stuk kleiner, zodat hij niet helemaal door het isolatiemateriaal gaat, maar er gewoon in blijft zitten en niet een gat doorboort. En je hoeft natuurlijk nooit voor te boren in isolatiemateriaal. Hij schroeft er gewoon in één keer in. Dus het is ook nog eens supersnel en gemakkelijk. Dus ben jij benieuwd of dit product wel iets voor jou is of ben je gewoon geïnteresseerd? Klik dan in de link hieronder om naar onze website te gaan.